Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt. Het is best wel stil geweest in deze coronatijd. Er waren ook een aantal onzekerheden. Ik denk dan aan de open dag, hoe heeft school dit geregeld, hoe gaat het met de leerlingen? Graag wil ik jullie mee naar binnen nemen om een beeld te geven. Ga je mee? Hoi, ik heb één grote vraag aan jullie. Is het leuk om hier weer terug te zijn? Ja! Hoe was het om online les te krijgen? Ik vind het op school leuker. Jij hebt liever op school les? Hier op school zijn meer sociale contacten. Dus dat heb je gemist? Dat is thuis online veel minder. Lekker hè, om weer samen op school te zijn. Ja, zeker! Hallo Dick Peter, kan ik je even storen? Zeker, we hebben nu online les. En dit is een videoles. Die kunnen leerlingen thuis bekijken, via YouTube bijvoorbeeld. We geven ook les via Teams of via It's Learning. Hoe gaat het met de resultaten, de cijfers van de leerlingen? De resultaten zijn goed. De cijfers zijn niet slecht, net zo goed als dat men fysieke les zou hebben gehad. Is iedereen nu weer op school? Nee. Alleen de examengroep is er en het praktijkonderwijs. Sommige leerlingen hebben geen laptop. Hoe ga je daar dan mee om? Oh, maar dat is geen probleem. Als je geen laptop hebt thuis of computer, dan krijg je van school een laptop mee. En dan kan je thuis gewoon alles goed volgen. Nou, zo te zien loopt het allemaal aardig goed. Mooi. Alex, hoe gaat het op dit moment met de leerlingen? Nu gaat het goed. Afgelopen tijd hebben we veel online lessen gegeven. Maar vorige week zijn we bij elkaar gekomen en iedereen was er. Echt gezellig, echt top. Dat is mooi. Worden er nog rondleidingen gegeven? Ja, maar de open dag gaat niet door. Iedereen kan zich wel opgeven om een afspraak te maken voor een persoonlijke rondleiding. Is er nog een einddatum voor die rondleidingen? Nee hoor, dat maakt niet uit. Je kunt altijd mailen of bellen om een afspraak te maken. Fijn dat dat gewoon doorgaat. Hoe gaat het met de nieuwe aanmeldingen? Ja, we hebben nu al veel aanmeldingen, dus dat gaat goed. Maar ook hebben we een aantal zij-instromers. Oh, dat is mooi. Het is mij opgevallen dat leerlingen van groep 8 en hun ouders op school komen kijken, maar dat leerlingen van groep 7 en hun ouders twijfelen of dat mag. Oh, maar leerlingen uit groep 7 kunnen nu ook al komen kijken. Dus iedereen kan gewoon een afspraak maken. Dat is helemaal prima. Maak gerust een afspraak voor een rondleiding. Dankjewel, graag gedaan. Jullie hebben het gezien. Bij KIO op school zitten we niet stil. We zijn volop in beweging. We hebben lessen op afstand. Een aantal leerlingen komen hier op school en zijn blij elkaar weer te zien. Natuurlijk allemaal op afstand. De open dag, wat normaal in deze periode zou plaatsvinden, gaat helaas niet door. Jullie weten waarom. Maar wat we wel kunnen doen, is jullie blijvend de rondleidingen aan te bieden. Meld je aan en kom. Tot ziens. Dag.